Muziekvereniging De Eendracht uit Hummelo. De Eendracht is een bijna 85-jarige vereniging, gezeteld in het mooie Achterhoekse plaatsje Hummelo. De vereniging bestaat uit een fanfareorkest en een melodische slagwerkgroep. Het credo is sinds de oprichting Eendracht maakt macht, dat na al die jaren nog steeds overeind staat. De jeugd heeft de toekomst. Daarom investeert de Eendracht veel tijd en geld in het werven en opleiden van de jeugd. In samenwerking met een basisschool worden er jaarlijks leuke initiatieven ontplooid om muziek bij de jeugd en hun ouders op de kaart te zetten. Daarnaast vervult de Eendracht een belangrijke rol bij de uitvoering van sociale activiteiten. Zonder de begeleiding van de Eendracht zouden deze activiteiten niet zijn wat ze decennia lang al zijn, een ware traditie. Tradities zijn er om in stand te houden. In het verleden heeft de vereniging meermaals deelgenomen aan concoursen en festivals. Een mooie gelegenheid om het niveau te toetsen en de muzikanten uit te dagen. Dames en heren, uw aandacht voor muziekvereniging De Eendracht onder leiding van dirigent Johan van Schijndel. Eendracht opende het concert met Ammerland van Jacob de Haan. Ammerland is een streek gelegen in een landkreis in het noordwesten van de Duitse deelstaat Neder-Sachsen. Het ligt aan de Starnberger Zee en heeft een prachtige natuur met koolzaadvelden, weiden, eindeloze wegen en prachtige kleuren.
Het nu volgende werk is Domus van Jan van der Roost. En het werd gecomponeerd in opdracht, zoals van der Roost dat veelvuldig doet. De basis voor het werk moest koraalmuziek zijn, van waaruit verrassende wendingen en harmonieën moesten ontstaan. Met name de saxofoongroep wordt in deze compositie geëtaleerd. Het programma wordt vervolgd met Miss Saigon, het klassieke liefdesverhaal van de Amerikaanse soldaat en het Oosterse meisje. Wereldberoemd als musical, ook in Nederland heeft het onlangs weer een tijd gedraaid. Eendracht speelt een selectie met daarin Bui Doi, Sun and Moon en The American Dream. En het laatste werk van het programma is Well Done, van David Well. Na weken van ploeteren had Well zijn oude werkhok omgetoverd in een fijne ruimte. Veel daglicht, frisse kleuren en een prachtig uitzicht op de landelijke omgeving. En hij dacht bij zichzelf, well done.
Thank you.
Thank you.